is een berenpark. Dat nodig hebben we niks. Oh, lieve, wat kijk jij nou? Oh, dat is wel heel leuk. Dat zijn ook eens extensions. Oh jee, de dieren ontsnappen. Hallo allemaal! Hallo! En welkom weer bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag, een lekker weekend, zondags, hè? En we gaan weer op pad. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Wij hebben sinds kort een museumkaart gekocht. Ja. Dus wij kunnen een jaar lang gratis naar vele museums toe. Dan zeg je gratis, maar we hebben hem gekocht. Ja, we hebben hem gekocht, een museumkaart, maar we kunnen naar veel museums naartoe. Ja. Een soort van een museumabonnement. Dus ja, vandaag gaan wij op pad naar het eerste museum. En wie kan vertellen naar welk museum? Ik. Ja? Ja, hoe heet die land? Afrika Museum. Ja, goed zo, ja. Dus wij gaan hier naar Berg en Dal en wij gaan op pad naar het Afrika Museum. Dus kijk vandaag. Zijn ik met ons mee. Nou ja, we zijn dus nu binnen in het Afrika Museum. Ja. Kijk, achter ons zie je al heel veel Afrikaanse huisjes en dingetjes. Maar wij gaan nu eerst de beeldenroute doen, want je hebt dus een beeldenroute. Je hebt een andere route dat je echt de dorpjes ziet, hè? Ja, ik denk het wel. Volgens mij wel. Dus wij gaan eerst de buitenste ronde doen, de beeldenroute. En daarna dan gaan we de huisjes bekijken. Ze hebben ook nog workshops. Weten we niet of we aan toe komen. Maar jullie zullen zien wat we vandaag allemaal gaan beleven, hè? Ja. Kijk, dit is een vogel, hè? Staat erbij, bird. En loop maar eens voor door naar de volgende. Oh, dat is in de... Waar zie je binnenkant, Liwa? Dit is in Afrika geschreven. Nee, deze zijn in Afrika gemaakt in dat gebied. Hagedissen. Zo. Deze? Konijn. Ja. Dat is een konijn. Hier, konijn, hè, met een jager. De jager. En? Ja. Hier is er nog één, Liwa. Dan mag je eens kijken wat het is. Kijk of jij dat kan zien. Kijk eens, koning baviaan. Dat is een aap. Dat is een beer. Een witch. Dit is een witch. Dit is een mama met een kind in de drager. Kijk, hier is het kind in de drager. Oh ja, kom Jana, daarachteren. Zie je het babytje? Oh, deze is dat babytje ziet. Ja. Oh, maar dit lijkt toch niet op de moeder? Ja, maar dat is kunstschap. Dat doen ze gewoon, ja, daar doen ze iets namaken wat erop lijkt. Dan is dit de muts. Wat lijkt dit zo? Een borstjes? Liwan, kom eens kijken. We hebben iets gevonden voor jou. Wat is dit? Wat zijn dit? Borstjes, papa. Deze weet niet, want ik heb hem in de oor verteld. Wat is dat, Niel? Zwijn. Een varkenszwijn. Een zwijnzwijn? Een varken. Ja, ik zou... Ik kan niet lezen. Dat is een jakhals. Jakhals. Laat mij dan lezen voor Luan. Even wachten. Wat is dat? Ja, wat zo. Sla. Ja. En wat is dit? Hier staat een beeldje. Lijkt wel een kikker. Was dat ook een kikker, papa? Het is helemaal niet een beeldje. Waarom? Oh, dat is zo, weet ik het. Dit is een grote eil. Eil. Wat staat er? Kijk, en nou gaan we weer terug naar het museum, jongens. Nou ja, dit is dus het plattegrond. De beeldenroute hebben we net gelopen door helemaal. En dan hebben we hier nog het hele park. Ja, we gaan nou eerst alleen even binnenkijken, jongen. Ja. Hè? Vind je het tot nu toe leuk? Ja? Een verrekijker. Ja, een verrekijker. Ik zie een boek. Ja. En blaadjes. Ja. Blaadjes. En een potlood. Een timer. Ja, dat zul je wel nodig hebben voor iets. En een loop. Wil jij nog eentje vasthouden? Dan geef Boas de timer in de handen. En dat was het. Dus zo ik deze dan. Ik zie nog vrouwen. En dan houdt Luan de tas vast. Ja, deze. Die moet je ook even bijhouden. Nou, we gaan maar eens even in het boekje kijken wat we moeten doen. Ja, ik zie een boek. De kammen. We moeten een vragenlijst hebben. Deze. Nee, kijk eens hier, dan moeten we zoeken. Oh ja, en een vergrootglas nieuw. Kun je daar kijken? Ja. Ogen. Je kunt kijken. En een vinger. Nou, laat het plaatje zien. Glas. Heb je al iets gezien wat erop lijkt? Ja. Nou, dan gaan we daar eens naartoe. Ja, ik zie daar van boven. Wat denk je dat je ziet in deze vinger? Wat zie je? Kammen. Ik bedoel dat dat kammen zijn? Ja. Dit zijn kammen. Ze zien er allemaal anders uit. Neem je loep uit je tasje om de kammen nog beter te bekijken. Kun je doorheen kijken? Kies één kam uit, één die je het mooist of het meest bijzonder vindt. Maar bekijk deze goed. Vertel niet welke je gekozen hebt. Nu mag de rest vragen stellen. Je mag alleen met ja of nee antwoorden. Als je raden welke kam je gedacht had, kun je vertellen wat je mooi of bijzonder vindt. Dus je kunt spelletjes doen. Een spelletje ervan maken. Moet ik dan beginnen? Nee, we gaan er even kijken. Eén iemand gaat kiezen en dan kunnen we daar naar de volgende. Nou, ik doe het anders. Ja? Papa die gaat kiezen. Papa kiest er een. En jullie moeten raden welke. Jullie raden welke het is. Goed opletten naar de kammen, hè? Allemaal verschillende kammen. Maar die grootste vind ik echt bijzonder. Ja, groot hè? Ik heb bijna jaren niet meer kammen lijkt zo. Zie je daar, Boas? Waar zijn alle kammetjes? Nu heb je stoppadje. Zijn dit de Afrika's? Dat zijn allemaal kammetjes, ja. Afrika-kammetjes. Nou, papa heeft er één in gedachten. Ja, ik weet het. Nee, papa moet eerst even bestellen. Is het bruin? Ja. Alles is eigenlijk bruin. Ja. Nee, bijna alles. Met de vraag is, zit er een figuurtje op? Zit er een figuurtje op? Ja, heel veel zelfs. Dat weet ik hem. Volgens mij weet ik hem ook al. Ik weet het. Is het lichtbruin? Nee. Ik weet het. Nee, vragen. Is het een beetje met die zwarte rondjes erop? Zwarte rondjes erop? Ja. Nee. Nee, ik zie een met een poppetje. Poppetje? Ja. Oh ja, die kan met die poppetje. Nee, dat is geen poppetje. Nee, kan met je vergrootglas. Is dat die boven daar, die, met die rondje en half rondje? Papa, geef eens een hint. Ja. Ik zie dieren. Zoek iets met dieren, jongens. Ik ga even rondlopen. Oh, ik weet het, ik weet het. Deze. Zoek iets. Ik moet ergens hier eens, zag ik. Oh, is dat die grote kan? Wat zie je allemaal op die grote kan? Een olifant. Ja. Een dolfijn of wat? Vissen, ja. Een spinnen. Ja. En hele grote. Maar is dat een goede papa? Ja. Oh yes! Maar waarom vind ik die bijzonder? Want die is heel groot. Ja, maar ik vind het hier bijvoorbeeld heel mooi. Ja, en ook hoe meer je kijkt, hoe meer dieren je ziet. Ja, en hoe meer je kijkt, hoe meer details je aan ziet. Ja, nu gaan jullie op zoek naar zoiets. Wat hè? En welke moeten we allemaal nodig? Ik denk masker. Die? Oh, vragen? Ja, maar we moeten daar achterop lezen. We gaan eerst even op zoek naar. We gaan deze kant op. Eén, twee, drie, vier. Zwaar nu steeds als je op één telt harder. En blijf bij 2, 3 of 4 zachtjes. Eén hard en de andere dus zachtjes. Eén doe je hard en die andere doe je zo. Dat is moeilijk hè? Dan klinkt het anders, hoor je dat? Doe dit nu nog een keer, maar nu sneller. En nog sneller. En super, zo snel en stop. Ja, dus al die kleine gouden dingetjes. Dat komt ook allemaal uit daar. Oké. Ik weet dat het. Doe een stap opzij naar de grote. Doe een stap opzij naar de grote kaart. Dat is deze. Een puzzel. Klaar, kaart. De hele stukken zijn het goud. Hey, wat vinden jullie ervan tot nu toe van? Leuk. Heb jij leuk naar beneden? Oh, nu gaan we naar boven. Nu gaan we naar boven. Ping. Jammer. Heb je er een gevonden? Vertel. Dit is een jachttunik. Dit kleine stuk, dat is gedragen door een jager. Als je goed kijkt, zie je kleine slagtanden en de hoortjes. Die heeft de jager verzameld door het jaar heen. Zie je dat? Al die tandjes. Wauw, er zijn haaien bezig. De jager beschermt, zoals de spiegelstijl. Nu gaan we op zoek naar deze. We gaan even op zoek, jongens. Hier boten. Zie je hem al? Ik zie hem niet. Ik zie hem. Ik zie hem. Waar zie je hem dan? Daar. Oh, ik zie hem niet. Mama! Ik zie hem niet. Nee, dat is niet. Mama! Wat heb je gespot? Bosjes, waar dan? Daar. Oh, Luan, waar kijk jij naar? Dat mag jij niet zien, zo ogen dicht. Zit je stiekem borstjes te kijken? Ja. En we hebben hem gevonden, hè? Niels zag hem als eerst. Ja. Heel goed gevonden. Mag ik hem voorlezen? Nou, lees hem eens voor. Het is een spel. Helemaal? Ja. Dus, oh, alles. Ja. Helemaal? Nee, niet gewoon ieder 2 schelpjes. Okay. Ja. Leg allebei je schelpjes in de buitencirkel. Daarna neem je allebei 1 schelp in je hand. Dus eentje pak je, hier ook. Goed zo. Achter je rug. 1 hand achter je rug. Okay. Ja. De andere moet. Papa? Dus. Nee, gek aan doen. Daarna neem je beide een schelpje in de hand. Achter je weg. De ander moet raden of je het schelpje in je linkerhand of in je rechterhand zet. Dat zie je toch wel? Nee. Allebei de handen achter en dan doe je de handjes naar voren. Handjes naar voren. Ja. Ik denk bij Jana links. Links. Ja? Laat zien. Oké. Goed geraden, dan mag je het stelpje in de volgende ring leggen. Volgende ring? Nee? Nee. Voor. Ja, maar dat is 2 tegen 2 eigenlijk. Ja, maar dan mag jij een... Jij moet goed geraden, mag je deze naar die halen. Deze hou je nog steeds in je hand. Anders dan mag jij raden bij deze. Ja, goed zo, mag je, dan moet je eigenlijk ja, dus andersom. Andersom is dat dan. Zo, wie als eerste in het midden is. Nou, wat ga je nou uitproberen, Niel? Dit. Wat is dat? Neksteun. Neksteun. Neksteun, nou gaan we eens kijken dan. Je moet iets naar achter gaan liggen. Naar achteren. Ja, liggen. Liggen. Zo slapen ze in Afrika met een neksteun. Op de grond. Ja, op van bed. Lekker? Nee. Ja? Ja, je had het net ook geprobeerd, jij vond het niks aan, hè? Nou, ik slaap zo. Nu Niel. Oh, deze durf ik niet. Deze durf ik niet. Dat is niet. Pap, je kan er ook in volgens mij. Nee, wat een mooie stoelen, hé. Wat is aanbellen? Wat is aan stoelen? Ja. Nee, dat kan bij ons. Hier, kijk, krokodillen toch maar. Ja. Het is eerder gezegd. Oh, hier ook zit daar. Zo, hier komen we ook weer in een hut. Oh, hier is het. Het huis van Dino en Fino. Hier, gaan we eens liggen, ja. Daar kan hij. Hé, wel lekker koel in zo'n huisje, hè? Ligt je lekker. Maar dit is echt wel goed. Het is koel hier in een huisje, even, hè? Papa, kom eens. Het is wel lekker. Wacht. Weet je dat die mensen in Afrika niet beter weten dan dat ze in zo'n huisje leven? Ja, wonen ze in zo'n huis. Dit zijn allemaal de huisjes, ja. Mag je eens versieren? Nee, je moet een spulletje pakken voor erin. Dus een mooi steentje, een schelpjes, een lettertje. Jouw lettertje kun je zoeken. Ja, ik heb de deur van Diane. Ik zie al meteen me voor. Dan pak je die en hier een heel mooi steentje uitzieken. Ja, op alle tafels zit ook een uitleg van wat elk steentje betekent. Oh, dat is wel heel mooi. Het heeft verschillende betekenissen. Dus je kan ook voordat je een steentje pakt... Even lezen wat het betekent. Nou, mijn tjutjes en mama of papa... Mama die zal wel even meekijken, ja? Ja, nee, dan doe ik onze achternaam. Ja, pak jij niet de D? Want ik weet... Hier heb je een D van jou. Mag ik ook de allebei? Nee, dat is niet een D. Zal mama eens eventjes meehelpen met zo'n... Ja. Ja, ik schrijf mijn naam op. Doe maar mooi maken, hè? moet goed glad, want anders kun je hem niet tekenen, hè? Zelf. Ik weet nog wat ik ga maken. Die anderen zijn nog de stok aan het maken, maar wij zien hier... Kijkjes! Luan niet klimmen. Dit is schoon. Ja, kijk eens, hij komt eraan. Maar aaien. Nee, hij bijt ook. Nee, als je aait niet, nee. Ik houd voor je vingertjes, hè, Boas. Oeh, hij doet likken. Ja. Plat handje, hè? Takje wilt hij niet, schat. Nee, er zit een takje bij, daar wilt hij niet. Met alleen het gras. Kijk. Nee, dat takje wilt hij niet. Kijk, het gras wel. Nee. Gras. 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 Au, eerlijk. Eerlijk. Nee, hij heeft genoeg. Kom, gaan we weer terug naar papa? Wil jij stok horen? Ja. Draai hem eens rond. Ja, mooi. Ik wil er ook mee lopen. Zo. Ja, daar is het voor, hè? Ja, als je pijn aan je been hebt, dan zo doet. Nou, laat maar zien dan bij jou. Mijn hartjes, een happy big family. Smiley. Ja, leuk. Ik heb hier ook een hartje. Mooi. Smiley. Ik kan lezen. En papa en Niel zijn nog even bezig met de laatste dingetjes. Dit is dus Afrikaans kappen, jongens. Kijk, allemaal voorbeelden. Kijk, daar ziet er heel... Ja, een veger. Dat ziet er heel anders uit dan in Nederland, hè? Ja. Wat is dat? Dat zijn ook extensions. Hetzelfde eigenlijk als je die veertjes in je haar hebt. Kunnen hun dat in je haren zetten. Kijk, van die Afrikaanse vlechtjes. Dat is van de siersel. Ja. Al deze posten zijn siersels. Mama, kijk eens. Kom maar. Kom maar. Nee, daar wonen de mensen aan die kant. Maar mama en papa lopen daar even om. Kijk, en daar lopen papa en Leanne. Doeg! Ja, wie weet bijt je dat in je bil. Een Afrikaanse krokodil, pap. Hier in het water. En die bijt zo in de bil. Hey! Nee, de Afrikaanse hutjes, hè? Ja, in de Afrikaanse hutjes zit er gewoon zo'n slot. Nee, dat klopt. Dat klopt niet helemaal. Nou, ik denk dat jullie dit laatste stukje wel mee kunnen lopen. Ja, dat denk ik wel. Zullen ze gaan krijgen? Oh, mooi, hè? Ja. Alleen ik zou het altijd maar spannend vinden, zo'n hutje op het water hoor. Ja. Die mensen weten niet beter hè? Nee, dat klopt. Kan ik nu op huis oppakken? Ja, kan wel. Ja, nou dat tillen we dat stukje wel even. Ook draaien? Ja. Nou, het laatste Afrikaanse dorpje, hè? Hier zit helemaal niks in. Zit er niks in? Heb je al gekeken? Dat is een boerenhuisje, hè? Een boerenhuisje. Kom, gaan we eens verder kijken. Kijk, allemaal kleine hutjes. Ik ga mee en ik ga op reis, ik neem mee een muziekinstrument. Je kunt niet zonder jouw muziekinstrument, kun je ook. Je kunt ook op een andere manier. Muziek maken. Dus daar hoef ik niet per se mee. Jij trekt aan het koordje. Eten, trek maar. Hoe lang is het houdbaar? Kies je voor snoep of gezond? Gezond. Gezond. Hoe neem je een huisdier mee? En wat eet je huisdier tijdens de reis? Dus dat zijn allemaal vragen die je kunt beantwoorden. Dit was de ruimte waar ze allemaal deden wassen. Dus hier stonden ze te douchen. Dit was de douche. Daar, dus dit nee, maar dat doen ze waarschijnlijk met emmertjes en zo. Nee, daar. Nee, dat is een box. Dat is een muziekbox. Die zullen ze ook niet in Afrika hebben, nee. Ja, daar deden ze het eten mee malen, meel mee malen. Zo. Ja, dat denk ik ook, kruiden, ja. De eerste wordt geboren, dan de tweede, dan de vierde. Ja, iedereen heeft hier zijn huisje, hè? Ja. Kijk, iedereen in het dorpje had een eigen huisje en hier stonden de dieren. Ja, jullie staan op de perfecte plek, hè, papa? Ja. De dieren ontsnappen. Oh jee, de dieren ontsnappen. We gaan deze kant opnieuw. Deze kant opnieuw. Volgens, deze kant. Allemaal kleine huisjes. Nou papa, kom op. Dat kun je zelf ook wel hè. Nou, dat was een hele leuke dag hè? Ja. Vond je het een heel leuk museum? Ja. Wat vond je het leukste? De huisjes. En de knutselwerkjes. Ja, die dingetjes die je maakt. En de speurtocht. Dat was ook leuk, hè? Dus, ga jij de vlog afsluiten? Ja. De rest zit al in de auto. Ja. Nou, doe maar eens. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!